Het spel werd ook de afgelopen weken echt wel steeds minder. Het publiek keerde zich steeds meer van de ploeg af. Het doek is gevallen voor de Graafschap-trainer Reinier Robbenmond. De coach stond al een tijd onder druk door de tegenvallende resultaten. En nu heeft de clubleiding besloten hem te ontslaan. Er werd gewoon getraind vanochtend bij de Graafschap, maar niet meer onder leiding van Reinier Robbenmond. De trainer begon het seizoen nog goed. De Graafschap draaide bovenin mee. Maar de resultaten werden slechter en inmiddels staan de superboeren negende. Het ontslag werd onvermijdelijk. Nou, het is de afgelopen, weet je, als je naar de afgelopen 10 wedstrijden hebben we er 2 van gewonnen. Het spel werd ook de afgelopen weken echt wel steeds minder. Het publiek keerde zich steeds meer van de ploeg af. Supporters van de Graafschap lieten eerder in het stadion al weten dat ze klaar waren met trainer Robbenmond. Op straat in Doetinchem wordt vandaag wisselend gereageerd op het ontslag. Ja, geweldig. Ja, dat is al veel eerder moeten doen. Ja, ik denk dat het ook vaak aan de spelers ligt hoor. Vind ik zelf in ieder geval. Dus, In augustus dacht ik, het wordt wel wat. En ik ben nu zover dat ik denk, nou, ik lees de krant er al niet meer. Het is helemaal niks. De komende weken neemt clubicoon Jan Vreeman de taken als hoofdtrainer waar. Terwijl de club op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Trainers als Henk Vrezer, Adrie Poldervaart en Bob Peters worden al genoemd als kandidaten. Al hopen sommigen in Doetinchem op een andere trainer. Dik advocaat. Dikkie.